Dit is de legging voor de maagd. Voor de liefde. Dit is een bonuslegging. We kijken naar wat voelt jouw speciale persoon. Wat voelt of denkt jouw persoon. Ademhalen. En hier en nu. Nou, er lijkt even een soort pauze te zijn tussen jullie. Maar geen vervelende pauze. Deze persoon heeft eventjes wat tijd nodig om na te denken. Je even terugtrekken. Bruiloft. Heel spoedig. Ja, dus het is echt eventjes een echte pauze. Dit is niet voor altijd. Ik heb het gevoel dat er eventjes geen contact is tussen jullie. En dat je je daar misschien zorgen over maakt, maar het is tijdelijk. En heel snel, heel spoedig, komt het contact weer op gang. En ja, met bruiloft gaat het echt worden tussen jullie. Ik zie dat dit lastig voor je is, deze pauze tussen jullie. Misschien is er niet echt over gepraat. Misschien heb je eigenlijk geen idee wat er aan de hand is en waarom er even geen contact is. Of waarom het een beetje lastig loopt op het moment tussen jullie. Ik heb het gevoel dat jij vooral probeert vast te houden aan deze persoon. En dat deze persoon eigenlijk ja, een soort muur omhoog heeft getrokken. En het een beetje afhoudt allemaal. In het midden hebben we de koningin van Kelken. Dus ik zie zeker wel heel veel liefde voor jou. Maar van een afstandje. Dus die tijd nu is even nodig voor deze persoon om ja, zich echt eventjes terug te trekken en ja, zoals je op deze kaart, het ademhalen. Dus echt eventjes die rust vinden, even op zichzelf focussen om daarna weer sterker terug te komen. En het heeft niks met jou te maken, maar meer met zichzelf, met deze persoon zelf. En het is echt iets van nu, van deze periode. Dus het is niet zo geweest en het gaat ook niet zo zijn in de toekomst. Acht van pentakels. En staven. Een rad van fortuin. De duivel. Oké. Dus er zijn gewoon wat dingen die deze persoon zelf moet verwerken om beter te worden. Hij of zij wil goed voor jou zijn. En er zijn gewoon wat dingen die hij of zij moet, nou ja, nog moet verwerken, bijvoorbeeld uit het verleden, om goed te kunnen zijn voor jou. Maar het contact komt heel snel weer op gang. En dat is echt super snel. Ik zou zeggen een kwestie van dagen of weken, misschien 2 weken. Dat dit weer op gang komt. Hij of zij is heel hard aan het werk nu om eigenlijk aan zichzelf. Aan zichzelf aan het werk. Kracht. Beker 7. De ridder van staven. En de aas van pentakels. Dus heel snel zal deze persoon weer, eigenlijk weer helemaal terug zijn in jouw leven. Nou, het is vervelend inderdaad als iemand niet zegt wat er aan de hand is. En ik denk dat dat een beetje het probleem is hier. Als iemand niet kan uitleggen wat er is en waarom iemand eventjes wat tijd nodig heeft of wat afstand nodig heeft, wat tijd voor zichzelf, dan moet je daar maar naar raden. En dat is gewoon super vervelend. En heel lastig en niet nodig. Maar die communicatie die komt weer op gang. En dan zal deze persoon aan jou vertellen wat er precies aan de hand is geweest. En dan is eigenlijk alles weer goed. En dan gaat het echt heel snel, want met de bruiloftkaart hadden we natuurlijk, de aas van pentakels. Dan gaan er echte gesprekken gevoerd worden over de toekomst, over jullie opties, jullie mogelijkheden samen als stel. Maak je geen zorgen. In de nabije toekomst. En meditatie geeft de oplossing. Nou, dat lijkt een beetje de kaart die we in het begin hebben gezien met het ademhalen. Maar dat kun je natuurlijk ook op jezelf toepassen. Om rustig te worden en maak je geen zorgen. Probeer te vertrouwen op wat er gebeurt. En het komt allemaal goed. In de nabije toekomst. Het zijn hele duidelijke boodschappen. Probeer je rustig te houden. En meditatie helpt altijd. Dat is gewoon heel goed om te doen. Om rustig te zijn. En dan komt alles in orde voor jullie. Oké, nou heel veel succes hiermee. Ja.